waarom wij de samenwerking met Surfnet en KPN zijn aangegaan. Nou ja, we zagen eigenlijk wel meteen een aantal mogelijkheden voor ons onderwijs. Ik werk bij de faculteit Geesteswetenschappen bij de Universiteit van Amsterdam. En we hebben best wel veel visueel onderwijs waarbij je dus heel veel afbeeldingen gebruikt. En een van die voorbeelden is dus bijvoorbeeld archeologie. Dan zit je veel op locatie. En dat leek ons een hele mooie mogelijkheid om dus daarmee aan de slag te gaan. Wat de studenten met de tablets doen is, ze gebruiken de tablets om een online informatiesysteem aan te spreken waar verschillende kaartlagen van historisch en archeologisch Amsterdam in te vinden zijn. En ze hebben een reeks vragen van ons gekregen en het is de bedoeling dat ze op basis van die informatie vragen beantwoorden over het binnengasthuisterrein. De meerwaarde daarvan is dat echt didactisch concept gewoon binnen de context van de onderzoeksomgeving wordt uitgevoerd. Dus in plaats van dat ze gewoon los achter een computer worden neergezet met data die zonder context zijn verzameld, kun je dat nu echt binnen de context doen, dus in de stad data verzamelen en ze ook on the spot invoeren. Al het internetverkeer verloopt via SURF. En via SURF komt het binnen een virtueel land terecht bij de UvA. En het voordeel daarvan is dat de tablets eigenlijk hun eigen IP-adres krijgen van de UvA en daarmee ook eventuele interne informatiesystemen kunnen benaderen. Normaal zou je hier een VPN-verbinding voor op moeten zetten of authenticatie via een ander protocol. Maar hier kan je eigenlijk buiten lopen met een 4G-verbinding. Dan ben je eigenlijk overal, heb je de beschikking over internet. Maar kan je eigenlijk wel over de voordelen alsof je binnen het UvA-domein zit. Wat belangrijk is in archeologie is natuurlijk dat je de materie bestudeert op een plek waar de materie ook voorhanden is. En wat dat betreft is het ideaal dat de studenten nu op locatie een beeld kunnen vormen van het onderwerp waar ze mee bezig zijn. Nou, een aantal mogelijkheden voor de toekomst zijn eigenlijk dat het onderwijs dan veel meer ook op locatie kan plaatsvinden. Dus als je zegt binnen mijn faculteit een opleiding zoals kunstgeschiedenis, dan zou ik echt kunnen zeggen, joh, ga maar naar het Rijksmuseum en consulteer daar je onderwijsmateriaal. Dus dat je niet meer met plaatjes in een boek heel abstract zit te doen. Dus bijvoorbeeld ook de master journalistiek, daar zou je gewoon echt veel meer reportages op de locatie kunnen maken en dat direct kunnen doorzenden. Dus je kunt dat veel meer binnen de context en dat het ook veel betekenisvol leren, dat dat veel meer vorm gaat krijgen door middel van dit soort snelle internetverbindingen.